is weer tijd voor Henk in de keuken. Goedemorgen mensen. Het is vrijdag vandaag. Vrijdag 1 oktober 2021. En de coalitiepartijen beloven nieuw elan. Ja, als we eindelijk het kabinet krijgen, dan wordt het wel tijd, denk ik. Half jaar zijn ze bezig. Nou ja. Het met de VR-bril. Hè. Kijk, deze vrouw heeft prikangst en die krijgt een strand voor haar ogen en die is. Ziet er niks van en piep, prik iedereen. Ze doen er alles aan om mensen te motiveren om te gaan prikken. Je krijgt een VR-brilletje op, je krijgt. Man. Nu nog gewoon zo'n prikje, joh. Het is allemaal politiek. Het is politiek wat de klok slaat. Interesseert me geen ene. Hans Schoonwille. Sterkste man van Nederland, finalist. Overlijdt zoon op IC. Corona. Ja. Het is geen kattenpis. Een sportieve kerel, 62 jaar. Beer van een vent. Hij overleefde het niet. Een paar weken geleden was er nog niets aan de hand. Nu ben ik mijn vader verloren en ligt mijn broertje heel slecht in het ziekenhuis. Ja, ademhalingsproblemen. Longontsteking, acute bloedvergiftiging. De situatie werd zo ernstig dat Schoonwille. Naar het IC moest en een kunstmatige coma werd gebracht. De eens zo topfitte sportschoolhouder. Die in 95 de finale halen van de sterkste man van Nederland. Leek op het IC vooruit te gaan. Tot zijn vitale organen het ineens begaven. We hebben daarna nog van alles geprobeerd. Niets hielp meer. Hans overleed. Nog geen 5 minuten later moest Bram in cola. Coma worden gebracht, de zoon. Sindsdien is het een nachtmerrie. Mijn moeder is er kapot van. Maatje kwijt en ziet haar kind voor het leven vechten. Het is niet te bevatten. Al dus Bart, die vorige week ook besmet raakte met het virus. Maar had hij zijn injecties gehad, dat vraag ik me af. Maar
steun aan de familie Schoonwille en mensen. Ik wou dat ik wat beter af kon sluiten, maar niet dus. Maandag weer nieuwe kansen, nieuwe ronde. Goed weekend. Toedeledokie.